Jorg noemt dat stralend falen, hè? Stralend falen. Ja, vind ik ja. zelf nogal lastig, maar het is wel waar. Toen dacht ik, dit is het. Dit is het. Een soort foundation-achtige ja, opleiding. Daar komen de lichtjes in de ogen. Ja, ja. En, ja. en dat ja. was, huilen moest ik ervan. Ja. Ik was, dit is ja. zo mooi, ja. dit wil ik mijn hele ja. leven doen. Wendy! Pien! Jij hier. Jij hier. Ja. Leuk. Wat leuk. Ja, ja. ja. Gewaardeerde collega. Gewaardeerde collega, ja. En nu samen deze podcast over het wel en we van een opleiding, ja. een coachopleiding. Ja, Mooie, mooi onderwerp. Heel mooi betreft. onderwerp. Ja. Heel mooi onderwerp. Zal ik jou eens voorstellen? Stel mij maar voor aan de mensen. Oké, okay. nou Pien. Pien. Filipin eigenlijk. Pien, eigenlijk. Zeer ervaren, 24 jaar begreep ik. Ja. Trainer en coach in dit vak. Internationaal ben jij aan de slag. Ja. Je bent een uh, internationaal uh, bezig type, moet ik wel zeggen. En jij dan? En gecertificeerd ben je ook nog trouwens. Ik ben gecertificeerd bij allerlei beroepsorganisaties. En jij dan? Ook twintig jaar met dit vak bezig. Want dat ja. is wel een vak waar we het over hebben. Hè? Zeker. Daar zijn we het ja. over eens. Om te beginnen zijn we het daarover ja, eens. Het ja, 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 dat... is een vak. En daar zijn we het over eens. Ja. Coaching is een vak, trainen is een vak. En daar willen we het vandaag over hebben ja. over de trainingen die wij geven. Zeker. Daarbij ben je ook nog arbeids- en organisatiepsycholoog. Psycholoog, dus je weet wel wat van, uh, van deze de organisatiecontext. Deze context. Ja. En de wetenschappelijke bril. Oh ja. Ja, dat ja. is vaak. Uh, ja. Dat is ook ja. belangrijk. Ja. ja. Maar dan nou, nog. Dan dat nog. is meteen een mooi bruggetje naar de coachopleiding. Dan ja. nog is dat lang niet voldoende om een goede coach te zijn. Nee, dat is ja. niet alleen ja. waar het om gaat. Nee. Dat, dat hoofd, dat werkt meestal ja. wel. Maar we gaan natuurlijk vaak uh, eens even nadenken... over hoe we de rest aan het werk kunnen krijgen. Ja. Hey, kun jij eens iets vertellen over, um, ja, niet helemaal in detail... maar even in de grote stappen, ja. hoe jij dan hier bent gekomen... als ja. opleider in het coachvak? Nou, het is bij mij begonnen als uh, communicatie-expert... Uh, ik heb PR en communicatie gestudeerd en uh, daarin veel te maken gehad met, uh, met algemene communicatie en interne communicatie. En op een gegeven moment moest ik interviews doen en dat vond ik het allerleukste. En daar ging ik me in specialiseren om mensen te interviewen en dacht het is zo belangrijk hoe mensen eigenlijk bevraagd worden. En uh, toen stuitte ik op dit nieuwe vak, toen nog in het jaar 2000, een heel nieuw vak. En uh, toen dacht ik, nou, daar wil ik wel wat meer van weten. En toen ben ik naar de eerste opleiding gegaan uh, die in Engeland werd gegeven. Vandaar mijn internationale achtergrond. Mm. En toen dacht ik, dit is het. Dit is het. Een soort foundation-achtige ja, opleiding. Daar komen de lichtjes in de ogen. En ja. Ja. En ja, en dat ja. was huilen moest ik ervan. Ja. Ik was, dit is ja. zo mooi, ja. dit wil ik mijn hele ja. leven doen. Ja. En jij, ja, Wendy. Wat leuk, ja. Ben ik ook meteen enthousiast. <laughs> maar waar kwamen jouw lichtjes in je ogen? Ja, nou, uh, ik ben eens begonnen als uh, psycholoog, maar ik, ik wilde eerst dierenarts worden, maar ik vond bloed een beetje eng en toen dacht ik iets met mensen en eigenlijk van nature zat ik al te bemiddelen tussen mensen. Ik zat ooit met een moeder en een vriendin ineens op de keukentafel. Volgens mij begrijpen jullie elkaar niet. Wat was ik 16 of 15? Dus het zat er al wel een beetje in. Met je moeder toen. Oh, oh, ja, niet misschien... mijn moeder, haar moeder. Oh, haar ja, moeder. Ja ja, ja, ja. Dus het was eigenlijk voor mij vrij natuurlijk psychologie. Hm. Psychologie. Ik dacht, is klinisch, is vrij probleemgestuurd. En ik dacht, nee, ik wil wat luchtigers. en ik wil ook wat meer, niet alleen maar. Ik wil gewoon mensen die aan het werk zijn en die ergens tegen aanlopen op een fijne manier helpen. Hm. Uh, dus zo kwam ik wel bij coaching uit. Ja, ja. 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 En um ja, waarom zouden we eigenlijk een opleiding moeten doen? Ja. Hoe, hoe, hoe? Vertel eerst even, hoe was jouw opleiding? Nou, um, ik ben dus als psycholoog begonnen. En ben hm. gewoon op een gegeven moment na allerlei omzwervingen als trainer ook en als opleider... Um, in persoonlijke effectiviteit en dat soort dingen, ben ik op een gegeven moment gesprekken gaan voeren. En heb ik ook echt een eigen praktijk gestart. Dus ik ben eerst gewoon gaan doen. Heel hm. veel meters gaan maken. Ik dacht, ik ben al psycholoog. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik. Ik kwam niet verder in de gesprekken. Ik dacht, ik wil meer diepgang. De, de, ik mis iets. En dat was voor mij het moment om niet alleen even iets, maar echt een gedegen opleiding te gaan doen. Precies uh, dat stukje natuurlijk. Het verschil tussen psychologie ja. en coaching. Ja. Niet zoeken naar het probleem. Niet ja. adviseren. Ja. Niet vanuit je evil vertellen ja. En dat vertellen. heeft me precies. Ja, Hoe het en dat heeft me dus twee dingen opgeleverd. Ja. Als eerste. Uh, met mezelf aan de slag. Dat, want coaching is ook een intiem vak. Ja. Dus, dus dat ik dat uh, en dat voelen er meer ja. kon bijnemen. En als ja. tweede, inderdaad, dit ook. En dat je ook heel erg kijkt naar de gezonde kant van de mens. Ja. Ja, zijn kernkwaliteit, zijn verlangen, is ook zoveel al heel en goed aan de mens. Dus um, ja. Dus en dat dat, dat stukje, heeft het me allemaal gebracht, de ja. opleiding. Ja, absoluut. Ja. En dat stukje met jezelf aan de slag gaan, dat is natuurlijk heel anders dan welke studie dan ook. Misschien bij psychologie dat je wel eens door je hoofd gaat: ben ik nou schizofreen of niet? Kan me zo voorstellen. Ja. Um, ja. Maar bij coaching word je natuurlijk zelf ook behoorlijk door elkaar Absolute. geschud, want je ja. wordt ja. Uh, continu gecoacht. Ja. Je moet continu over jezelf nadenken. Ja. En ieder model, iedere methodiek heeft weer iets met jou ook te maken. En ik ben ook benieuwd hoe dat voor jou was. Want je zei al net iets over die coachopleiding, toen die lichtjes gingen branden. Maar hoe was dat dan voor jou? En wat maakte het dat jij ja. uiteindelijk die opleiding ging doen? Ja. ja, dat was de eerste keer dat ik eigenlijk leerde uh, om te reflecteren op mezelf. Het was echt een van de eerste keren dat ik dacht, oh, zo. Daarom doe ik dat. En waarom doe ik dat? En waar komt dat vandaan? En hoe wil ik eigenlijk dat het is? En uh, ja, dat was altijd. Het is altijd, een dubbele, het is altijd een dubbele boodschap. Dus je bent met iemand bezig en je ervaart zelf wat het voor je doet. En dat maakt zo'n opleiding echt heel bijzonder. Mensen zijn altijd weer ja. Ja. heel erg onder de indruk van zo'n trainingsdag. Zij zeggen altijd dingen als: Ik ben doodmoe, maar wel heel enig. Ik heb er wel heel veel energie van gekregen. Ja, ja. ja. Er gebeurt zoveel. Ja, ja. ja mooi. Ja, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ja. 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 En, en als we vanuit daar ook kijken: van uh, wie, hè, wie zijn er dan geschikt? Of wie, ja. of wie komen er nou op af eigenlijk? Hè? Dus ja. als wij zo kijken naar de opleidingen die we hier ja. voor Hortcoaching, de Foundation en de Practitioner. Wat voor ja. mensen krijgen wij nou in de. Ik denk, de groep. het is een beetje een trieste boodschap, maar dat mensen heel erg verlangen naar verbinding en contact. Hmm. En dat gaat door alle lagen van de bevolking, door alle beroepsgroepen, gaat dat heen. En hmm. mensen voelen wel, hier zit iets in en, en, om, om verbinding te maken. We hmm. zijn natuurlijk een enorm geïndividualiseerde maatschappij, waar mensen uh, heel veel alleen moeten doen. Waar we ook de ellende natuurlijk van zien. De problemen op hun ja. werk, thuis niet ja. over kunnen praten. Niemand eigenlijk hebben die ze begrijpt. Niet gezien worden, niet gehoord worden. Belangrijk aspect, ja. ja. Dus ik denk dat mensen soms uit een gevoel van zelf dat niet ervaren denken dat wil ik kunnen betekenen voor iemand anders. Of het ervaren bij een coach. Ja. Heel veel mensen hebben ja. zelf een coach ja. gehad en ja. denken dan dit wil ik ook kunnen. Ja. Dus dat is echt kriskras erdoorheen. Ja, het, wat... zijn, het zijn heel vaak mensen inderdaad die, die uh, in mijn woorden dan, die op zoek zijn naar verdieping. Die mm -hmm. ook uh, echt geïnteresseerd zijn in ontwikkeling bij zichzelf en bij de ander. En, uh, en dat is denk ik meteen ook een hele mooie. Als je dat meeneemt, als je dus geïnteresseerd bent in je eigen ontwikkeling... en ook hoe kan ik dat nou inzetten in contact met de ander, mm. professioneel... Mm. Dan, dan, dan zit je eigenlijk al goed. Ja. Uh, en we merken, en dat is wel het verschil natuurlijk... foundation en practitioner. Foundation uh, is echt nog die oriëntatie ook... en een beter beeld krijgen van wat ja. het is. Ja. En de practitioner ga je meer die diepgang in. Maar we zien zeker ook bij foundation... dat het, dat is wel heel leuk vind ik dus van deze groepen... dat het allemaal mensen staan die open staan om te leren... geïnteresseerd zijn in zichzelf en de ander. Ja. Het is super divers. Ja. Ja, het is echt... Uh, ja. Ja, er komen, uh, we ja, zeiden ja. laatst tegen elkaar van kappers... Tot uh, hoveniers, ja. tot leraren, tot bankiers, ja. tot leidinggevenden van ja. hele grote teams. Ja, en dan komen coaches bij de practitioner ook die een praktijk hebben in, in diversiteiten. Mm -hmm. uh, met, met een diverse achtergrond uh, uh, als vrouw uh, leiding geven. wat kom je mm -hmm. dan tegen? Voor moeders, voor voor relaties, maar ook voor we hadden pas om het spiritueel en het kan heel ja. uh, heel toegepast zijn in het he, echt als 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 teamleider. Dus Het is heel divers wat met heel divers doen. publiek wat komt. Ja. En in de practitioner wordt dat wel een beetje uitgekristalliseerd... naar mensen die er echt hun beroep van willen maken. Ja. ja. En dat is of al daarmee bezig zijn of, of al de stap zijn. willen zetten en dat, ja. en dat nog gewoon spannend ja. vinden. Ja. Wat het ook is natuurlijk, want ik bedoel, ik moet altijd meteen weer terug naar hoe dat voor mij was. Als je begint met je eigen coachpraktijk, ja, dat is natuurlijk ook ontzettend. Enorm kwetsbaar eigenlijk. Ja, ja spannend. Zet je en jezelf zet maar neerzet je en wat, wat kan ik dan eigenlijk? En, wat, en tussen al die coaches in, uh, die er al zijn, wat voeg ja. je toe? Oh ja, ja. die ja. discussie kunnen we hier ook hebben. Ja. Zijn er dan niet <laughs> te veel coaches? Nou, ja, 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 vind ik een heel belangrijk onderwerp. Want mijn antwoord is altijd nee. En dan kom ik weer terug op dat er in de maatschappij echt heel weinig mensen zijn die nog tijd hebben om te luisteren naar elkaar. Wat vroeger de dokter, de dominee, de, de, de buurman, opa, oma, die uren 's avonds zaten te keuvelen met elkaar. Dat is dat is gewoon niet meer. Ja, dus het is een beetje trieste aangelegenheid, maar wel. Uh, denk ik dat er enorm behoefte is op allerlei niveaus. Ja. Binnen de nou, organisatie. Dus ik zou daar vooral ook aan toevoegen. Zeker. En het is ook wel fijn als je dan het vak hebt geleerd. Ja, dan moet je wel het vak leren. Ja, dus het is wel een vak. Het is maar niets. dan kom je bij ons beider overtuiging. Ja. Wij vinden het een vak. Ja. En er is nu meer en meer wetenschap omheen gebouwd. Het is natuurlijk wel een vak wat geboren is uit doen. Ergens in de jaren tachtig zijn gewoon mensen dit gaan doen en hebben dat een naam gegeven, nou dan zijn we aan het coachen, maar er is nu zoveel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat gebeurt er nou in een coachproces. Super interessant, komen ja. we in die practitioneropleiding op terug. Wat gebeurt er nou in zo'n brein en ja. waarom doen we wat we doen mm. en waarom werkt dat en waarom ben je verplicht als coach op zo'n manier waarde toe te voegen? Ja. Um, ja. Nou ja en de, vanuit daar ook want dat is misschien een mooi bruggetje hè, mm -hmm. van als we het dan hebben over die opleidingen we hebben het hier over gehad en ja. waarom is eigenlijk uh, coaching dus ook als vak neer te zetten um, wat is dan de oogst die mensen hebben uit hun opleiding en dus waar lopen ze nou mee naar buiten waar lopen ze mee de deur uit nou, wat zien we dan? Hè? Wat dus, zie jij dan? Vertel jij maar, want je ziet. Nou ja, sowieso. Uh, ik zo, zie van alles. Uh, ja, sowieso. Uh, ik ga dan even bij Foundation langs. Partitioner kan ook, maar ik begin even bij Foundation. Wat ik echt zie is dat mensen uh, uh, heel vol, alsof ze heel voedzaam en gevarieerd gegeten hebben. Dus ze mm. gaan helemaal voldaan naar buiten. Uh, geïnspireerd, ook moe. Ook, ze hebben zichzelf binnenstebuiten gekeerd, mm. dus het is uh, ook intensief. Intensief, en, uh, ja. En met heel veel kwartjes die al geland zijn, maar die ook nog een beetje hangen. Ja. En nog een beetje mogen indalen. En vaak, en sommige mensen lopen ook naar buiten met: van dit was super. En ik weet nu ook, ik ga niet door. Dat ja. kan ook. Dus vind ik ook een hele mooie uitkomst. Vind ik ook prima. Uitkomst. En er zijn natuurlijk ook mensen die erbij buiten lopen en die zeggen: wauw, ik, ik loop meteen naar Charlotte en ik schrijf me in voor het vervolg. Die zijn helemaal gegrepen. Ja. En alles ertussenin eigenlijk. Ja. ja. Ja, dus dat is bij de foundation, is dat ja. echt het groot doel van de foundation. Ja. Wat ja. is dit vak nou ja. eigenlijk? En is het en voor soms jou? Er zitten ook leidinggevenden tussen een docenten en die hebben dan echt daarvan alles uitgehaald. En soms onverwacht zeggen ze van nou, oh ik wil hier echt meer van. En soms is het ook gewoon is die basis gewoon Klaar. goed. En denken ja. ze ja, mooi, het is echt een vak. En voor hm. mij is dit zo voldoende. Ja. ja, en bij de practitioner, daar hebben mensen natuurlijk daar al veel langer en dieper over nagedacht. Die komen echt. Ja. Uh, voor diepgang en ja, echt. Uh, ja, zodat ze echt zelfvertrouwen kunnen hebben in wat ze al in hun kunnen. En dat is dat wat veel. we echt ja. meegeven. Dat herken ik ook. Dus ja. het is eerst nog heel onwennig: allerlei methodieken en theorieën. En het is net alsof ze van redelijk uh, blij en zelfverzekerd binnenkomen, dat we ze dus nog een keer soort van onder water duwen en helemaal verdrinken in de methodieken, en dan langzaam komen ze weer boven. En dan kan ik je vertellen: aan het eind van de opleiding, als ze hun examen hebben, op zak hebben, gaan ze hier heel vier de deur uit. Uh, en geef ik ze ook altijd advies: integreer het nu in je leven met alles wat je al hebt. Veel mensen hebben natuurlijk hartstikke mooie ervaring op met hun werk of met hun yeah. andere levenservaringen. En integreer dat ook samen met, met deze opleiding. En dan heb je eigenlijk een... Ja, a way, een of a way of life. een way of life, zeg ja. je eigenlijk, ja. Ja, dan kan ja, je dat ja. gaan, nou ja, gaan dat, vormen dat, naar hoe je ja. wil. En dat is misschien ook mooi als we het daarover hebben. Dat je dus, behalve dus steeds... Uh, want je hebt het ook over de, dat het... Coachen, als je echt verder gaat in coachen, dat dat kan niet anders. Dan ben je gewoon gepakt door persoonlijke ontwikkeling en dan wil je daar alsmaar meer van. Zo ja. gaat het eigenlijk ja. vaak. Ja. Ja. Uh, en dat is, denk ik, ook wel wat je in de foundation en is ook in de practitioner maal twee eigenlijk merkt, is dat het ook een. Je wordt de hele dag door zelf ook gecoacht. Je komt jezelf tegen. Je dacht, nou ja, wat is coachen? Coachen is helpen. En vervolgens leer je, oh shit, ik moet eigenlijk helemaal niet te veel gaan helpen. Ik moet ook niet gaan adviseren. Jeetje, ik moet ook op mijn eigen billen zitten. Wat is dat dan? Uh, dat blijkt nog best wel uitdagend. En dan krijgen ze daar handvatten voor. En dan merken ze ineens: oh ja, dus als ik echt gelijkwaardig daarnaast ga zitten en die ander de goede vragen stel, dan komen ze tot nieuwe inzichten. Dat is vaak ook een echt een mooie ontdekking die ze doen. Ja. Uh, dus die persoonlijke ja. winst en daarna word je zelf ook gecoacht dus aan ja. twee kanten dus je ervaart ook meteen ter ja. plekke wat het doet ja. als iemand jou lekker zit te adviseren ja en in plaats van dat dat fout is van die ander doet dat vaak mensen realiseren ah dat is dus wat ik niet wil doen bij mijn coaches en dat is de beste manier om iets te leren. Door iets te ervaren wat je denkt, nee, ja. dit is niet effectief. Dit is niet hoe, hoe ik verder kom. Ja. En dat is het gekke van die opleiding. Eigenlijk door veel fouten te maken en met elkaar te oefenen, ja, ga je uh, vrij gemakkelijk ontdekken wat werkt en wat niet werkt. Ja. En dat wordt heel praktisch. Jorg noemt dat stralend falen, hè? Stralend falen. Ja. vind ik ja. zelf nogal lastig, maar het is wel waar. Het is wel een oefening in heel veel oefenen onderuit gaan, ervaren onderuit gaan. wat niet werkt. Voor beide partijen eigenlijk. Ja. En in die zin, dat woord transformatie hoor je, hoor je ja. vaak tegenwoordig... is een beetje populair, ja. maar het is wel waar. Mensen geven het echt aan dat dat een plus is... die ze niet altijd verwacht hadden... dat ze er persoonlijk ook veel uithalen. Ja. En dat ja. brengt mij trouwens ook weer terug naar mijn opleiding in het begin. Ja. Dat ik ook zo heb ervaren uh, vanuit die kant... om niet alleen te kijken naar waar is het lastig, maar dus ook... Echt meer te verdiepen op van ja, dromen. Hè? Wat wil mm. je nou eigenlijk echt? Mm. En, en ook die, 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 je, 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 je kernkwaliteiten. Dus, dus, dus wat zijn nou echt vanzelf jouw jou, jou krachtkanten? Waar ja. kom je van in flow? Dus die kant, het ja, geeft ook echt vertrouwen. En dat vind ik wel ook heel mooi van dat coachvak. Ja. Dat je mensen dichter bij zichzelf brengt. Ja, en allerlei gebieden aan boord die ja. dus tot dan toe eigenlijk in hun, ja, in hun onbewuste verscholen zitten. Ja, en ja. die eigenlijk onder sommige onder handbereik... sommige wat dieper liggen. Het is een beetje ontdekkingstocht hè. We doen ja, het duikbrilletje op en we duiken zo on even wing, wing, onder water. Ja, Ga kijken eens even en... onder die steen, kijken eens even in dat kijk boekje. Kijk eens daar, kijk ja. eens daar. Ja. Ja, ja, ja. kijk, daar kan je ook nog kijken. Ja. ja. En daar hebben we natuurlijk allerlei foefjes op. Listen noem ik dat altijd, uh, om dus meer en meer bewustzijn te creëren. Hm. Dus die, die cirkel van bewustzijn wordt steeds groter ja. en groter. En wat leeft er allemaal in de, in de schaduwen? Daar komen natuurlijk ook best serieuze dingen boven. Wat is er gebeurd? Het is net het leven, in je zou je zeker. Het verleden, zeggen. ja. De ja. 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 um, je... good in the, yeah. the, the bad. Waar ja. droom je van? En wat is er gebeurd waarvan je dacht dat wil ik nooit meer meemaken? Ja. Ja. En daar kwam ook hele sterke drijfveren uit voort. En dat is heel interessant om te, te ontdekken. Ja. 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 Dat is misschien ook de kern als ik dan weer terugga... van wat vind ik dan als coach... Hè, ik ben ook coach, wat vind ik zelf nou... Eens het fijnste, ik heb niet één voorkeur qua methodiek en ondertussen als je zo lang aan het werk bent heb je een ja. brede rugzak. Yeah. Maar het gaat wel hierom dat het steeds um, instrumenten, methoden zijn die eigenlijk helpen om dat te ontdekken. Yeah. En ik werk dan ook heel graag met dat je in de ruimte gaat staan, op een stoel gaat zitten voor je dialog of ook de schaalvraag of de beten die langs op je foundation. In Practitioner hebben we natuurlijk ook een aantal van die, ja. van die opdrachten. Ja, van Disney. Die, ja. Walt Disney, hemzelf. Ja. Force, Force Dialog Plus Force hè, Dialogue doen we ook. Plus. Maar dat je daarmee dus uit dat hoofd komt. Hè. We zijn allemaal ja. van die wandelende hoofden. Ja. we zijn veel meer dan dat. Ja. Dat je lijf. echt meer gaat ervaren in het we lijf. We zeggen toch altijd, voelen. het hoofd ja. weet veel, het lichaam ja. weet meer. Ja. Ja. Dus die wat weet blik. je? Dat ja. weten. Ja. Dat ja. weten oprekken. Naar iets wat een bron wordt voor... Ja, nieuwe inzichten waardoor je in actie komt. Ja. En dat ga je zien. Dus in elkaar ja. en in je coaches dat, 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 dat levert iets op. Ja. En als je ziet je dan dat, vaak, hè, als je dat zo zegt, dan moet ik daaraan denken. Want je, je ziet dan vaak dat mensen in het begin heel veel worstelen met dat ze die inhoud zo goed willen snappen. Dus dan zitten ze helemaal ja, ja, in de inhoud ja. van wat de ander zegt. En dan willen ze eigenlijk ook al weten waar het naartoe gaat. En dan lopen ze vast. Ja, hard ja, werken. Heel hard werken. ja. En herken ik zelf ook hoor, echt uh, heel herkenbaar. Ja. En daar dan ja. weer doorheen komen en denken, oh, maar dat is dus niet coachen. Ja, ja. ja ik wou nog wat zeggen over dat, dat harde werken en dat soort dingen, daar zijn wij natuurlijk voor. Wij volgen die mensen natuurlijk op de voet. Ja. En in hun ontwikkeling, ja, wat doen wij in hun persoonlijke Hoortje ontwikkeling, ja. maar ook in hun ontwikkeling als coach. En ja. iedereen heeft natuurlijk een eigen soort. Ja, in mooi Engels, learning edge. Weet je, wat, wat, wat moet hij of zij leren? Sommige mensen komen uit een achtergrond als psycholoog, om maar iets te noemen, hè, Wendy? En die kunnen ontzettend goed adviseren en problemen. Analyseren, opsnoren, analyseren. 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 Ja. Ja. Moeten ze afleren? Ja. hier? Nou, afleren, ik zou zeggen, een beetje opzij zetten. Een beetje opzij iets zetten. Iets ernaast zetten. Voor mij hoef je nooit, nou, Sommige dingen moet je misschien wel afleren, maar ja. Ja, dat adviseren, dat is natuurlijk wel adviseren ja. mag je wel. Dat is waar. Die dat mag, mag wel, wel, die mag de deur wel uit. Die mag, wel die mag de wel de de deur uit. eens, die mag wel. Ja, 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 ja. Ja. ja, Nee, maar zo heeft iedereen zijn eigen, zijn eigen punt waarop hij als coach kan, moet of zou moeten groeien. Ja. ja. En dat volgen we. Dus dat is wel, vind ik heel leuk van die practitioner. Dan volg je mensen over een periode van zeven maanden en daar zie je echt. Oh, daar zie je echt dingen gebeuren. Die komen binnen als een soort uh, goedwillende, maar onhandige interviewers, zeg maar. Zoals ik begon. <laughs> ja, goedwillende ja. interviewer met alleen maar vragen, ja, vuren. ontzettend betrokken. Ontzettend betrokken. Hard aan het werk, jongen. Hard, hard te ja. werken ja, om ja. daar maar resultaten te krijgen. Een ja. nieuwe baan te regelen. Ja. En uh, tot, ja, tot iets heel moois. En dan echt... Nou ja, dan word ik, maar jij volgens mij ook in onze eigen roeping aangesproken, dat ze dan op een gegeven moment dat allemaal los kunnen laten en hier weggaan als echt ja. oprecht geïnteresseerde ja. coaches. Ja, ja dus met eigenlijk met wat je zegt: hè, van naast dat we zorgen dat die groep veilig is en een leerklimaat ja. en de, dat ze een handvat krijgen, wat is nou die coachhouding en de technieken? volgen wij ook echt ieders proces ja. en proberen we in een foundation is het wat korter partition ja. heb je daar meer tijd voor maar ja. ook dat persoonlijke proces waar zit nou jouw stapje waar ja. heb jij nou echt wat heb als jij je daar een stap in zet nou wow aan ik te gaan. dat je daar iets in terug kan geven ja wat heb dat, jij dat is natuurlijk de kick dat is natuurlijk wel de kick <laughs> daar gaan we allebei een beetje op aan ja. denk ik ja. Ja. ja ja leuk nou wat je zegt dat die veiligheid die groepen zelf worden ook super close met elkaar nou ja zeker ja ook ja. al zijn ze van ja. heel divers ja. plumage, ja. die worden ze. Er zijn super... ook in de regel, er zijn weinig dingen. Ik ben echt wel een hele open-minded um, uh, begeleider. Maar als iemand niet over de brug komt, hè, iedereen heeft zijn eigen. Natuurlijk, de een is veel opener dan de ander, dat is helemaal oké. Okay. Hmm. Maar als je in de gesprekken niet zelf komt met waar je mee zit, of je gaat in een rol zitten, en dan heb je aan mij geen goede. Ja. Dat is ook echt een voorwaarde. We springen hier met z'n allen in. En ieder gaat op zijn eigen manier, op zijn eigen niveau, met de billen bloot. Ja. ja. Samen uit, samen uit thuis. Samen uit, samen <laughs> thuis. Samen en omhoog, dat levert en dus, samen die. Ja, ja, ja. ja, en dat levert inderdaad uh, echt wel... Uh, ja. Nou ja, gewoon contact op. Ja, en connecties. En soms en connecties ook langdurige connecties. En ja. dat schuren in die groep heb ik ook. Ja, dat kan Kijk ook. Kijk ik altijd met genoegen naar... Als ik, ik weet dat die ruimte veilig genoeg is om dat uit, ja, uit te dokteren. Het is ook niet zo erg. Het zijn natuurlijk geen hooglopende conflicten, maar het zijn wel schuren een beetje. En daar leren mensen ook heel veel van elkaar weer. Ja, ja. in de omgang. Mooi. gebeurt van alles. Ja. Ja, ja dus die opleiding, die uh, moeten ze gewoon gaan doen. Ik denk dat een coachopleiding ja, voor zo. iedereen geschikt is. Sowieso een jawel, foundation. Jawel. Ja, Echt? Nou, het is wel het, zeker. Ik vind het wel heel fijn als je het commitment hebt van: ik wil leren over mezelf. Ja, okay. En ik ben oprecht geïnteresseerd in die ander en hoe ik die ander nou eh, kan, eigenlijk kan helpen om ook meer te ontwikkelen. Er, er, er zit wel een soort basis in, wat mij betreft. Er zit een basisinteresse dat en nieuwsgierigheid je willen, in mensen. Ja. 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 Voor de foundation. Ja. Als je die hebt, kan je foundation doen. Ja. En dan kom, komen die technieken van pas thuis op je werk. Zeker. Op de meest gekke plekken komt het van pas. En ja. ik denk dat het de wereld ten goede komt als mensen wat meer coachingsvaardig hebben. Haar, coachingsvaardigheden ja. hebben. Coachingsvaardigheden ja. ja. hebben. Practitioner komt van pas als je denkt: dit ga ik in mijn dagelijks leven gebruiken in mijn werk. Daar ga ik echt werk van maken. Ja. En hoe, of al doet. Of al doet. Ja, want dat vind ik ook heel dapper. We krijgen ook ja. mensen met veel ervaring die toch ja. zeggen: hmm, Nou, moet ik toch eens een keer echt aan de bak met die. Wat is het eigenlijk dat coachvak? Hè? Dat ja. weet ze natuurlijk wel. Maar ja. dat is vaak ook een ontzettend mooie ontwikkeling, maar ook wel confronterend. Ja. Dan moet je ook dingen gaan afleren, toch? Ja, toch wel. Ja, ja en dat is uh, ook een zoekproces, maar wel vaak een, een heel ja. mooi leerproces. Ja. Ja. Dus ja. beide zou ik zeggen. Ja, ja beide. Ja. Zou ja, dus ik dus zeggen. wil je oriënteren heb je gewoon zin oriënteren. om meer over je eigen ontwikkeling te leren, hoe doe je dat bij anderen? Foundation top. Ja. En uh, wil je echt meer uh, verdieping in, uit de gesprekken halen, op positieve zin, maar ook in de pijnlijke stukken, uh, wil je jezelf steviger en met meer zelfvertrouwen coach voelen? Ja, dan is de practitioner ja. super, uh, super. Ik geschikt. denk dat dat de grote winst voor iedereen ja. is. Mensen ja. krijgen veel meer zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en ja. daardoor zelfvertrouwen. Zo ben ik. Ja. En dit zijn mijn grenzen. Ja. Dit kan ik, dit wil ik en dit ben ik. En er ik. komt ook echt lol in. Dat, misschien moet ik dat nog even zeggen, want dat vind ik zelf altijd wel belangrijk: dat het leuk is. Leuk. Ja, dat, ja. Het, ja het is, dat vind ik het leuk in het woord ontdekken. Ontdekken ja. is, is niet zwaar of moeder. Oh, nee, het is ook. Nee, nee, nee. Weet je, het is ook. Ja, Soms is het, is het ook pijnlijk, maar het is ook gewoon. Het is ook helemaal niet leuk, erg. Het inzicht. Als het, het, je, inzicht, het, als het, het is, je niet raakt ofzo. Ja. Sommige dingen zijn gewoon interessant, maar hoef je echt niet zo heel diep op in te gaan. Laten we dat duidelijk maken. Het is niet allemaal zwaar en diep. Nee. Het is ook heel leuk. Creatieve technieken ja. liggen weer. Mensen hier van het weekend lagen ze op de grond met allemaal ja. inspiratiekaarten en stiften en ja. Playmobil hadden we het over. Nou, hou op. Dus ja. het is ook echt leuk. Ja. ja, dat zeggen ze bij Foundation ook. Dan gaan ze weg en dan zeggen ze, jeetje. Ja, het was ook gewoon echt heel leuk. Ja, ja dat is gewoon wat je hoort. De het dag genereert vloog energie. voorbij. Ja. 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 Nou ja, dat we. it's a ride, zeg ik wel eens. It's a ride. Je springt erin en dan kom je drie dagen later weer boven en dan denk je, wow. Ja. ja. Spring. Dus, spring. Spring. Ja. Hebben wij ook gedaan 20 jaar geleden. En kijk. Kijk. Ja, inderdaad, kijk. al 20 jaar. Ja, ja, en we springen nog steeds, rol. want dat blijf je gewoon doen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dus uh, leuk jullie gaan gaan zien. En, we uh, gaan het zien. Ja. Doei. Dag.